Is PNR 48 nieuws. Nieuws uit Suriname voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Een dronken man is vanmorgen ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn bromfiets ten val kwam aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Het eenzijdige verkeersongeval vond plaats rond 9 .40 uur 40 ter hoogte van Kuldipsing, een drukke kruising waar veel verkeer samenkomt. De man, wiens identiteit nog niet vrijgegeven is door de autoriteiten, werd direct na het ongeval per ambulance naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Dit incident benadrukt opnieuw de gevaren van rijden onder invloed en de noodzaak van verkeersveiligheidscampagnes in de regio. Voor het eerst in 44 jaar was de Surinaamse politicus Desi Bouterse afwezig bij de herdenking van de staatsgreep van 25 februari 1980. Dit jaarlijkse evenement, dat normaaliter zijn aanwezigheid zag, Vond plaats zonder de fysieke aanwezigheid van Bouterse, die momenteel voortvluchtig is vanwege meervoudige moordveroordelingen. Zijn afwezigheid werd opgemerkt en benadrukt door zijn echtgenote, Ingrid Bouterse-Waltering, die sprak over de pijn van zijn afwezigheid, vooral omdat het ook hun 34-jarig jubileum markeerde. Deze gebeurtenis werpt een schaduw over de politieke geschiedenis van Suriname en roept vragen op over de toekomst van het land zonder zijn voormalige leider. Jo Elton Vola werd recentelijk beëdigd tot glislandmeter door president Chandri Kapersat Santokki. De ceremonie vond plaats in het presidentieel paleis, waarbij Vola beloofde met toewijding te werken aan de doelen van de regering op het gebied van grondregistratie en landinformatiesystemen. Deze benoeming is van bijzonder belang gezien de lopende inspanningen van de regering om het grondbeleid te hervormen en de toegang tot bouwpercelen te verbeteren voor burgers in Suriname. De glislandmeter speelt een cruciale rol in deze inspanningen en wordt verwacht te werken aan het verkorten van wachttijden en het aanpakken van achterstanden in grondregistratie. Terwijl president Chandri Kapersat Santokki deelneemt aan de CARICOM-vergadering in Guyana, Benadrukt hij de noodzaak van verhoogde samenwerking tussen Suriname en Guyana op het gebied van handel en investeringen? Deze regionale bijeenkomst biedt een platform voor diplomatieke gesprekken en strategische samenwerking tussen Caribische landen. Met de recente ontwikkelingen in de olie- en gassector in de regio, liggen er grote kansen voor economische groei en ontwikkeling die beide landen ten goede kunnen komen. President Santoki zal zich inzetten voor het benutten van deze mogelijkheden en het bevorderen van bilaterale relaties tussen Suriname en Guyana. In een tragisch incident in een kledingzaak aan de Dr. Sophie Redmondstraat, is een vermeende parfumdief om het leven gekomen na een confrontatie met de eigenaar. Deze situatie benadrukt de uitdagingen waarmee winkeliers worden geconfronteerd bij het handhaven van veiligheid in hun bedrijven. Evenals de noodzaak van effectieve misdaadpreventie en handhavingsmaatregelen in gemeenschappen. De betrokkenheid van burgers bij het voorkomen van criminaliteit en het ondersteunen van lokale bedrijven is essentieel voor het bevorderen van een veilige en welvarende samenleving. De Surinaamse gemeenschap wordt geconfronteerd met de uitdaging om zich bewust te worden van de risico's van brandgevaar, zoals benadrukt door minister Marciano Dazaï van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Recente brandincidenten, waaronder één in Wageningen, nickerie illustreren de ernst van dit probleem en benadrukken de noodzaak van voorlichting en preventieve maatregelen om levens en eigendommen te beschermen. De regering zal naar verwachting maatregelen nemen om de bewustwording te vergroten en de brandveiligheid te verbeteren in samenwerking met lokale gemeenschappen en belanghebbenden. Parlementslid Ivanildo Plein pleit voor een verschuiving in het onderwijsbeleid van Suriname om zich meer te richten op de opkomende gas- en oliesector. Met de ontdekking van grote olievoorraden voor de kust van Suriname is er een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel in de energiesector. Plein benadrukt het belang van investeringen in onderwijs en training om te voldoen aan de behoeften van deze bloeiende industrie en de economische groei van het land te ondersteunen. Deze oproep tot actie werpt licht op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de transformatie van de Surinaamse economie in het tijdperk van olie en gas. Het project Krimberti, gelanceerd in het resort Yarikaba in district Saramaka op initiatief van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, is een belangrijke stap naar een schonere en meer bewuste omgeving. President Chan Santokki gaf op 22 februari het zijn voor dit project, Waarbij hij het belang benadrukte van gemeenschapsbetrokkenheid en de rol van vrouwen in het behoud van een schone leefomgeving. De aanwezigheid van een grote groep vrouwen tijdens de lancering onderstreept de lokale betrokkenheid en toewijding aan dit initiatief. Naast president Santoki spraken ook romminister Marciano Dazaï, districtscommissaris Sheram Bansidurga, VHP-assembleelid Raiyendra Debi en de voorzitter van de Ressoraat Yarikaba Sathana Somaidin de aanwezigen toe. Alle benadrukten het belang van bewustwording over afvalbeheer en het scheiden van vuil, evenals de bredere impact van vervuiling op de omgeving. Het Krin-Birti-project richt zich op het bevorderen van afvalscheiding, composteren, recycling en afvalvermindering, met plannen om dit initiatief uit te breiden naar andere gebieden, waaronder Nikkerie, Kommewijnen en Paramaribo. Tegelijkertijd kijkt de Surinaamse gemeenschap kritisch naar de inspanningen van de huidige regering onder leiding van president Santokki. Er is een groeiend besef van de uitdagingen waarmee de regering wordt geconfronteerd, vooral gezien de erfenis van het vorige bewind onder president Bouterse. Ondanks deze uitdagingen heeft de regering echter aanzienlijke vooruitgang geboekt op verschillende gebieden, waaronder het garanderen van de salarissen van ambtenaren, het continueren van de gezondheidszorg en het opbouwen van een reserve aan valuta om de import van goederen te waarborgen. Bovendien heeft de regering Santoki maatregelen genomen om de lasten voor kwetsbare groepen te verlichten, zoals het verhogen van sociale bijstand en financiële steun, het verstrekken van schoolbenodigdheden aan scholieren en het uitvoeren van voedselprogramma's voor gemeenschappen die getroffen zijn door natuurrampen. Deze inspanningen worden erkend als positieve stappen in de richting van een inclusieve en veerkrachtige samenleving. Desondanks wordt de regering geconfronteerd met kritiek vanuit bepaalde delen van de samenleving, die soms worden gezien als overdreven of ongegrond. Het is belangrijk om een gebalanceerde benadering te behouden en zowel de prestaties als de uitdagingen van de regering eerlijk te beoordelen. Door constructief samen te werken en te focussen op wat wel mogelijk is, kunnen Suriname en zijn burgers samenbouwen aan een hoopvolle toekomst? Het economische landschap van Suriname is vaak het onderwerp van intense discussie en analyse, vooral als het gaat om de wisselkoers van de dollar. De recente daling van de koers heeft verschillende theorieën en verklaringen opgeroepen, variërend van de verwachtingen van functionarissen van de centrale bank tot meer speculatieve ideeën over de rol van de cambio's en zelfs drugsmokkel. De wisselkoers in Suriname is altijd een gevoelig onderwerp geweest, waarbij zowel economische als politieke factoren een rol spelen. Er bestaan verschillende opvattingen over de aard van de dollar in de Surinaamse economie, waarbij sommigen pleiten voor een meer flexibele benadering, terwijl anderen de dollar beschouwen als een stabiele reservevaluta. De rol van de cambio's in dit geheel is ook onderwerp van debat. Hoewel ze in andere landen voornamelijk dienen als dienstverleners voor buitenlanders en toeristen, hebben Surinaamse cambio's een meer prominente rol gekregen in de lokale economie. Deze verschuiving heeft geleid tot uitdagingen op het gebied van regulering en ethiek, met sommige cambio's die worden beschouwd als cowboys die buiten de formele economische structuren opereren. De recente daling van de koers heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de fragiliteit van de Surinaamse economie en de noodzaak van een stabielere en voorspelbaardere wisselkoers. Terwijl economen wijzen op het belang van een geleidelijke daling van de koers in plaats van schommelingen, benadrukken anderen de noodzaak van structurele economische hervormingen om de stabiliteit te waarborgen. Kortom, de wisselkoerskwestie in Suriname weerspiegelt niet alleen de economische realiteit. Maar ook bredere sociaal-politieke en ethische vraagstukken. Het is een complex probleem dat vraagt om een evenwichtige benadering en constructieve dialoog om op lange termijn duurzame oplossingen te vinden. Het recente nieuws over de interesse van Trinidad en Tobago in het verwerken van aardgas uit Guyana en Suriname in hun faciliteiten voor vloeibaar aardgas en petrochemische installaties werpt interessante vragen op over regionale samenwerking en economische belangen. Het lijkt erop dat Trinidad, ondanks eerdere geschillen over lokale contentwetten in Guyana, nu stappen onderneemt om samenwerking op het gebied van energie te verkennen. Deze ontwikkeling kan mogelijk voordelen bieden voor alle betrokken landen, maar er zijn ook enkele zorgen en complicaties die moeten worden aangepakt. Een van de opmerkelijke aspecten is het gebrek aan bekendheid van deze plannen in Suriname zelf, wat vragen oproept over de transparantie en communicatie tussen de betrokken partijen. Bovendien zijn er historische spanningen en uitdagingen geweest in de relaties tussen Trinidad en Suriname, met name op het gebied van handel en toegang tot elkaars markten. De discussie over lokale content blijft een heikel punt, zowel in Guyana als in Suriname, waarbij er vaak wordt gewezen op de noodzaak om lokale bedrijven en werknemers te ondersteunen en voorrang te geven bij grote projecten. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de capaciteit en bekwaamheid van lokale bedrijven om dergelijke projecten aan te kunnen, vooral gezien de meldingen van vacatures die niet kunnen worden ingevuld vanwege een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. De interesse van Venezuela voegt een extra laag complexiteit toe aan het geheel, gezien de geopolitieke spanningen en uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. De voorgestelde gezamenlijke ontwikkeling van offshore gasvelden benadrukt de potentiële voordelen van regionale samenwerking, maar roept ook vragen op over grensconflicten en internationale geschillen. Al met al blijft de situatie fluide en complex, met verschillende belangen en actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de energieindustrie in de regio. Het is duidelijk dat er behoefte is aan transparantie. Samenwerking en constructieve dialoog om de beste resultaten te bereiken voor alle betrokken partijen. Buitenland. Het incident in Tilburg waarbij een vrouw werd geconfronteerd met exorbitante kosten voor een korte loodgietersklus is zorgwekkend en benadrukt de noodzaak van waakzaamheid bij het inhuren van dienstverleners. Het feit dat de twee verdachten weigerden inzicht te geven in hun bedrijfsstructuur en vervolgens probeerden te vluchten, versterkte vermoedens van oplichting. Het is alarmerend dat dergelijke praktijken plaatsvinden, waarbij individuen worden misleid en buitensporig hoge kosten worden opgelegd voor minimale diensten. Dit onderstreept het belang van het kritisch evalueren van dienstverleners, het vragen om gedetailleerde offertes en het zoeken naar betrouwbare referenties voordat men akkoord gaat met werkzaamheden. De reactie van de vrouw om de politie te bellen zodra ze de situatie niet vertrouwde, verdient lof. Het is essentieel om verdachte activiteiten te melden en op te treden tegen mogelijke oplichting en misbruik. De arrestatie van de verdachten en hun latere aanhouding in Den Haag tonen aan dat de autoriteiten vastberaden zijn om dergelijke frauduleuze praktijken aan te pakken. Het is belangrijk dat dergelijke zaken serieus worden genomen en dat passende maatregelen worden genomen om de slachtoffers te beschermen en de daders ter verantwoording te roepen. Dit incident benadrukt ook het belang van consumentenvoorlichting en bewustwording over mogelijke oplichtingspraktijken. Door mensen te informeren over hun rechten en het herkennen van rode vlaggen bij verdachte transacties, kunnen ze beter beschermd worden tegen dergelijke misleidende praktijken. Het initiatief van Mikiel Tjong comfat om Surinaamse cultuur en gezelligheid naar de brug in reeuwwijk te brengen met de Rotidag XL is prijzenswaardig. Door mensen samen te brengen rondom heerlijk eten en entertainment, creëert hij een sfeer van verbinding en inclusiviteit. Het idee om roti te eten met de handen, zoals het traditioneel hoort, bevordert niet alleen het genot van het gerecht, maar ook het sociale aspect van samen eten. Het feit dat er ook bestek beschikbaar is voor wie dat verkiest, getuigt van respect voor diverse eetgewoonten en maakt het evenement toegankelijk voor een breed publiek. Het aanbieden van Surinaamse muziek, comedy en andere vormen van entertainment voegt een extra dimensie toe aan de ervaring, waardoor de bezoekers niet alleen kunnen genieten van heerlijk eten, maar ook van een levendige en gezellige ambiance. De nadruk op verbinding en inclusiviteit benadrukt het belang van gemeenschapsgevoel en het delen van culturele tradities. Evenementen zoals de Rotidag XL dragen bij aan het versterken van sociale banden en het bevorderen van wederzijds begrip en respect binnen de samenleving. Kortom, het initiatief van Tjong Confat belooft een smakelijk en vermakelijk evenement te worden waar mensen van alle achtergronden en leeftijden samenkomen om te genieten van goed eten en elkaars gezelschap. Net binnen een bronfietser is tragisch omgekomen bij een aanrijding op de hoek van de Waaldijkstraat en de Gemeenlandsweg in Suriname. Het slachtoffer, van Cubaanse afkomst, zou geen voorrang hebben verleend aan een automobilist, wat resulteerde in een botsing waarbij de bronfietser tegen het linkerportier van de auto knalde. Na de aanrijding werd de bronfietser levenloos op straat aangetroffen. Medisch personeel van een ambulance heeft ter plaatse bevestigd dat de bestuurder van de bronfiets geen teken van leven vertoonde. Momenteel voert de Surinaamse politie ter plaatse een onderzoek uit naar dit tragische verkeersincident. De moivana slachting vond plaats op 29 november 1986 in het dorp Moivana in het district Marowijnen in Suriname. Het Nationaal Leger, onder leiding van Desi Bouterse, viel het dorp binnen en richtte een bloedbad aan waarbij tientallen onschuldige burgers, waaronder vrouwen en kinderen, werden gedood. Deze gruwelijke gebeurtenis heeft diepe wonden geslagen in de gemeenschap en de nabestaanden strijden al jaren voor gerechtigheid. Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft Suriname veroordeeld voor de Moivana-slachting en geëist dat de regering de verantwoordelijken berecht en compensatie betaalt aan de nabestaanden. Echter, tot op heden is er nog geen volledige uitvoering gegeven aan dit vonnis. De nabestaande en verschillende stichtingen blijven daarom druk uitoefenen op de regering en roepen de Nationale Assemblée op om actie te ondernemen. Het is van groot belang dat Suriname voldoet aan internationale verdragen en verplichtingen om de rechten en vrijheden van alle personen te respecteren en te waarborgen. De Moivana-slachting mag niet worden vergeten en de daders moeten ter verantwoording worden geroepen. Het is cruciaal voor het herstel van de gemeenschap en het versterken van de rechtsstaat dat gerechtigheid wordt nagestreefd en dat de slachtoffers en nabestaanden de erkenning en genoegdoening krijgen die zij verdienen. Dealers op 25 februari 2024 heeft een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname bestaande uit manschappen van Bureau Nieuwe Haven, de Narcotica Brigade, het Regio Bijstand Team Paramaribo en het Directoraat Nationale Veiligheid. Vijf verdachten aangehouden tijdens invallen in het centrum van Paramaribo. De politie kwam in actie na het verkrijgen van informatie dat er drugs en wapens werden verhandeld op verschillende locaties, waaronder de Drambrandersgracht, Hoge Straat en Fredericistraat. Een drone werd ingezet om de autoriteiten te ondersteunen bij de operatie. De verdachten, Amadea T. 41, Gin T. 27, Marvin K. 41, Exi L. 32, en Ravanilio B. 25, werden aangehouden met een hoeveelheid drugs in hun bezit, waaronder cocaïne, marihuana en extasipillen. Daarnaast werden messen, een fijnweger, een vuistvuurwapen, een schaar en andere voorwerpen aangetroffen en in beslag genomen. Het vijftal is overgebracht naar bureau Nieuwe Haven, waar zij in hechtenis zijn genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal er besloten worden over hun verdere lot. Deze actie toont de vastberadenheid van de autoriteiten om de handel in drugs en wapens aan te pakken en de veiligheid in Paramaribo te waarborgen. Surinaamse Militaire School voltooit succesvol drie cursussen. Op 23 februari 2024 heeft de Surinaamse Militaire School met succes drie cursussen afgerond, waarbij onderofficieren certificaten hebben behaald. Tijdens de certificaatuitreiking op 22 februari in de multifunctionele zaal van het ministerie van Defensie sprak minister Krishna Kumari Mathura van Defensie over het belang van het voortdurend bijscholen van onderofficieren en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van het ministerie. De minister prees de onderofficieren voor hun leiderschap, professionaliteit en toewijding. En benadrukte dat het behaalde certificaat een blijk van waardering is voor hun bijdrage aan de organisatie en het bevorderen van een veilige samenleving. Het certificaat symboliseert hun harde werk en toewijding aan de krijgsmacht. De Surinaamse Militaire School heeft met succes drie cursussen afgerond in ongeveer vier maanden tijd. Een van deze cursussen was de Sergeant-Major-cursus, waar 37 onderofficieren zijn geslaagd. Commandant van het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, Justus UAK, benadrukte het belang van de rol van de sergeant-majoor binnen de organisatie. Daarnaast waren er dertien geslaagden voor de onderofficiersvorming, een opleiding voor sergeanten die nog niet eerder deze training hadden gevolgd. Zeven brandweerlieden hebben ook met succes de cursus exercitie-instructeur afgerond, waarbij ze kennis hebben opgedaan van instructiebekwaamheid. Exercitie en eerbewijzen. Deze prestaties tonen de toewijding en professionaliteit van de onderofficieren en dragen bij aan een sterker en beter functionerend eventieapparaat in Suriname. En nu het weersbericht voor de komende week. Het weer in Paramaribo ziet er de komende dagen prachtig uit. Met opklaringen en droge periodes blijft het weer stabiel en aangenaam. Overdag kunnen we genieten van temperaturen rond de 31 graden Celsius, perfect om van de zon te genieten. S'nachts blijft het aangenaam met temperaturen rond de 21 graden Celsius, ideaal voor een goede nachtrust. De wind waait uit het noordoosten met een matige kracht van Windkracht 3, wat voor een aangename bries zal zorgen. Houd er rekening mee dat vanaf donderdag de kans op zon wat afneemt, maar dat betekent niet dat het weer minder aangenaam zal zijn. Kortom, het weer in Paramaribo ziet er de komende dagen goed uit voor buitenactiviteiten en om van de prachtige omgeving te genieten. Veel plezier! U hebt geluisterd naar PNR 48 Suriname Nieuws Radio. Like onze uitzending en deel met uw vrienden. Tot morgen.